Ik wil even één plenaire vraag stellen. De provincie heeft één mogelijkheid om geld binnen te halen. Dat opcenten. Is motorrijtuigenbelasting. Een provinciale opcentenregeling. Wie is er voor om die te verhogen ten bate van het klimaat? Misschien even wat vingers zien. Vingers, hoeven niet. Dat is helemaal niet nodig. Er zijn twee mensen die hun vinger opsteken. Die vinden dat de belasting omhoog mag. Nou ja. Wij zijn een van de weinige partijen als GroenLinks die een financiële paragraaf heeft in het verkiezingsprogramma. Wij vinden dat als je bijvoorbeeld zon op elk dak wil, van alle Brabanders. Als je een duurzaamheidsfonds wil hebben voor de gebouwde omgeving waar iedereen van gaat profiteren, dat je ook zo eerlijk moet zijn dat wij in plaats van de laagste motorrijtuigenbelasting van Nederland zowat, dat we die wat omhoog laten komen om te zorgen dat wij naar draagkracht met z'n allen kunnen profiteren. En dat is nou echt de gemakkelijkste weg. Ja.